Automobilisten die in de buurt van Eindhoven rijden weten het al lang. Het fileleed rond de stad is voorbij. Door de ombouw van de randweg Eindhoven. De snelweg is verbreed, het lokale verkeer en het doorgaande verkeer zijn van elkaar gescheiden. En 4 verkeersknooppunten zijn op de schop gegaan. De weg is al lang in gebruik, maar vandaag was de officiële opening. Nou, daar gaat hij, Eindhoven, proficiat! De knoop in de wegen rond Eindhoven werd symbolisch ontrafeld door minister Eurlings van Verkeer. Dit toont gewoon aan dat het loont om een stukje asfalt bij te leggen. Nou, en als je het vervolgens zo prachtig inpast als hier, je hoort het minder, je hebt er minder last van en de regio kan vooruit. Met dansende graafmachines op de Bolero van Ravel werd gevierd dat 18 kilometer weg is omgebouwd en 17 kilometer geluidsscherm is aangelegd. Er gingen 4 knooppunten op de schop en dat alles binnen de afgesproken tijd en binnen de begroting van 580 miljoen. Toch is er ook al kritiek. Veel automobilisten kiezen de verkeerde baan en moeten daardoor kilometers omrijden. En de calamiteitendoorsteek, een kado, waar ambulance en brandweer doorheen moeten om van snelweg te kunnen veranderen, die zijn zo onhandig dat het veel te veel kostbare tijd kost. Sommige dingen zie je pas in de praktijk als het echt er ligt. Nou, dit is gemakkelijk oplosbaar en dat wordt in no time opgelost. Net trouwens zoals de bewegwijzering, ook dat is een kinderziekte. Ja, veel mensen rijden verkeerd, hè? Precies, dan willen ze naar Valkenburg en de Geul, dat prachtige Valkenburg in Zuid-Limburg. En dan komen ze ineens in Venlo uit, dat wij niet hebben natuurlijk. Nee. Dus ook daar gaan wij aan werken. Maar het zijn de kleine losse eindjes bij een voor de rest fantastisch project. Je kunt hier nou goed doorrijden, maar dan rij je weer vast op de A67 en op de A58. Want daar schiet het natuurlijk nog niet op. Precies, en daarom dat daar de schoppen de grond in gaan. Ik zal er zelf nog een aantal zetten. Bijvoorbeeld bij de A2 Linderheide, bijvoorbeeld bij de A58. Bij de 67 beginnen we ook op korte termijn met maatregelen, want dit smaakt naar meer. En Eurlings bracht nog een cadeautje mee. De ruit rond Eindhoven, een weg aan de oost- en noordkant van de stad, krijgt groen licht. Die ruit die wordt rond, hoewel dat een beetje gek klinkt. Ja. We maken hem gewoon rond bovenlangs. Komende vrijdag maak ik nog de financiering rond. Ja. Dat heb ik hier afgesproken. De ministerraad beslist er vrijdag over, maar Eurlings wilde het nu alvast wel verklappen. Want ja, vrijdag zijn de verkiezingen immers alweer voorbij.